Dingen die op het laatste moment komen zijn vaak, of blijken vaak heel goed te zijn. Zo ook dit gedicht van mij, uit mijn eerste bundel, Bapati Erfenis. De bundel was eigenlijk al af. Het manuscript was al ingeleverd en ik zat in zo'n auto -riksja in Mumbai, in zo'n drukke straat. En die drukte inspireerde mij dit gedicht te schrijven. Het is een gedicht in het tsunami, ik heb het vertaald in het uh, Nederlands. En toen het af was, toen dacht ik van ja, dit hoort er gewoon bij. Dus ik hoopte dat het nog kon en het kon. Er is een woord, geelwortel, komt in dit gedicht voor. En geelwortelpasta wordt gesmeerd op het lichaam van bruid en bruidegom, bij een Hindoe-bruiloft als reinigingsritueel. Dit bestaan. Dit bestaan wil ik niet haastig leven. Geelwortel wil niet overijld laten smeren op mijn lichaam. Laat mij maar zachtjes schaar worden op traag vuur, rustig rijpen op een tak, voor jou, ja, voor jou. Met handen gestoken in de zakken, mijn hoofd opgeheven, nog niet bescheiden, wandel ik en dans op krediet van vreugde en genot. Laat me rusten voor de deur van zoete dromen, triomferen na alles eerst verliezen, voor jou, ja, voor jou. Leg me neer naast mijn eigen schaduw in alle rust in de bries van een open raam. Laat de tedere stuifregen spelen met me als het buiten de maat en ver van zuivere tonen. Laat me schallen op de snaren van het bestaan, schommelen op de snijvlak van de melodie. Voor jou, ja, voor jou.